In het najaar van 2016 was op kasteel Amerongen de tentoonstelling Vijf sterke vrouwen te bekijken. Daarin stonden de levens van vijf kasteelbewoners centraal. Dat waren 1. Margaretha barones van Rhede, geboren Turnor, die leefde van 1613 tot 1700. 2. Henriette, gravin van Athlone, geboren van Nassau-Zuilenstein, die leefde van 1688 tot 1759. 3. Vrouw Doorslag, de huishoudster in de 18e eeuw. 4. Anna Elisabeth Christina Gravin van Athlone, geboren van Tuil van Seroskerke, die leefde van 1745 tot 1819. En 5. Elisabeth Machthild Marie-Sophie Louise von Ilseman, geboren Gravin van Aldenburg-Bentinck, die leefde van 1892 tot 1971. In deze video maakt u kennis met deze vijf sterke vrouwen en hun betekenis voor kasteel Amerongen. We starten in het rampjaar 1672. De Fransen staken het kasteel in brand en maakten het met de grond gelijk. Kasteelheer Godard Adriaan van Rhede, heer van Amerongen, besloot dat het kasteel weer opgebouwd moest worden. Omdat hij als speciaal gezant voor langere tijd in het buitenland verbleef, stond de herbouw onder leiding van zijn echtgenote Margaretha Turnor, de eerste sterke vrouw. Tijdens de herbouw correspondeerde zij intensief met haar echtgenoot. Zij stuurde hem in totaal 490 brieven, waarin ze hem aansprak met "Mijn heer, mijn liefste hartje." De tweede sterke vrouw van kasteel Amerongen was Henriette van Nassau-Zuilenstein, die in 1715 met de 20 jaar oudere Frederik van Rhede trouwde. Al na 4 jaar overlijdt Frederik en Henriette blijft achter met 3 kleine kinderen. Van 1721 tot 1743 woonde Henriette op kasteel Amerongen. In die tijd richtte zij het kasteel opnieuw in, geheel naar de eisen van die tijd. Toen kreeg het kasteel haar vorstelijke allure, kostbare serviezen, exquise meubelen en een imposante plafondschildering. Vrouw Doorslag, de huishoudster in de 18e eeuw, was de derde sterke vrouw. Zij had een plek in het huishouden die uitsteeg boven huishoudster. Dat blijkt wel als de twee zonen van Henriette, die studeerden in het Duitse Marburg, in hun correspondentie naar huis altijd vragen de groet over te brengen aan mevrouw Doorslag. De familie had zelfs een portret van haar aan de muur hangen. De vierde sterke vrouw op kasteel Amerongen is de kleindochter van Henriette, Anna Elisabeth Christina van Tuil van Seroskerke. Anna Betje, zoals ze door intimie werd genoemd, trouwde met haar neef Frederik van Rhede. Zij verrijkte de bibliotheek met kostbare boeken. Om de uitgaven en haar man in toom te houden, introduceerde zij een adellijk huishoudboekje. Ook op muzikaal gebied liet ze haar sporen na in de vorm van de 18e eeuws Betts kabinetorgel. Ook de vijfde sterke vrouw, Elisabeth van Aldenburg-Bentinck, is een nazaat van Henriette. In 1918 was de Duitse keizer Wilhelm II na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog via het stationnetje van IJsden naar Nederland gevlucht. Voordat hij huis Doorn aankocht, verbleef hij 1,5 jaar bij baron Bentinck op kasteel Amerongen. Met de keizer reist ook vleugeladjudant Sigurd von Ilseman mee. Sigurd blijft de keizer trouw tot aan diens dood in 1941. Elisabeth werd verliefd op Sigurd en in 1920 trouwden ze met elkaar. Door zijn huwelijk met Elisabeth trouwde Sigurd Ilseman ver boven zijn stand, omdat zijn vrouw tot de zogenaamde hoge adel behoorde en daarmee ebenbürtig was aan leden van regerende vorstenhuizen. Het echtpaar kreeg 3 zonen. Elisabeth wordt herinnerd door haar grote inzet voor het welzijn van dieren.
De dierenbegraafplaats in de tuin van kasteel Amerongen is daar een voorbeeld van. In 1952, op 68-jarige leeftijd, pleegde haar man Sigurd zelfmoord in het poortgebouw van Huis Doorn. Een van hun kleinzonen werd in 1995 ingelijfd in de Nederlandse adel en zo stamvader van het Nederlandse adellijke geslacht von Ilseman. Het verblijf van de Duitse keizer in Amerongen was voor de kasteelbewoners overigens geen onverdeeld genoegen. De keizer bleek een onuitstaanbare narcist die alleen belangstelling had voor zichzelf. Met name de avonden waren lang en vermoeiend. Von Ilseman tekent in zijn dagboek op: er leek geen einde aan te komen door de eindeloze monologen van de keizer. Uren en uren op je stoel zitten en meestal dezelfde verhalen van de keizer te moeten aanhoren, wordt op den duur een kwelling. Anno nu is kasteel Amerongen een mooie locatie voor een bruiloft op stand.